Op 23 mei 1977 beginnen om 9 uur ochtends twee gijzelingen. In Bovensmilde gijzelt een groep Moluxie jongeren ruim 100 schoolkinderen en hun onderwijzers. Een andere groep Moluxie jongeren gijzelt ruim 50 treinpassagiers bij De Punt. Op 27 mei worden de schoolkinderen vrijgelaten. Maar de gesprekken met de gijzelnemers komen muurvast te zitten. De overheid maakt zich steeds meer zorgen over de toestand van de gegijzelden nu de gijzeling zo lang blijft duren. Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de situatie in de trein. Men gaat uit van de volgende situatie: ruim 50 passagiers worden vastgehouden in twee verschillende compartimenten: mannen en vrouwen. De negen gijzelnemers bevinden zich in de kop van de trein, tussen de compartimenten van de mannen en vrouwen en achter de gegijzelden. Deze duidelijke scheiding tussen gegijzelden en gijzelnemers vormt de basis van het plan dat gericht is op de bevrijding en bescherming van de passagiers. In het plan is het essentieel dat de gijzelnemers gescheiden blijven van de gegijzelden. Het plan voorziet erin dat precisieschutters zullen vuren op de trein om te voorkomen dat de gijzelnemers zich mengen onder de passagiers. Straaljagers zullen laag overvliegen opdat iedereen in de trein verstijft. Mariniers zullen de trein binnendringen, de passagiers bevrijden en de trein veilig stellen, waarbij de mariniers niet mogen vuren op gijzelnemers die zich duidelijk waarneembaar overgeven. Het plan wordt uitvoerig besproken door de betrokken ministers. De consequentie dat waarschijnlijk alle gijzelnemers zullen worden gedood, wordt geaccepteerd. Nadat de ministers groen licht hebben gegeven, geeft de procureur-generaal zaterdag 11 juni het bevel en openen de precisieschutters in de ochtendschemering het vuur op de trein. Acht precisieschutters en één mitrieurschutter nemen de kop van de trein onder vuur. Twee precisieschutters vuren op het portaal tussen de mannen en de vrouwen. Elf precisie en drie mitrieurschutters bevuren het overige gedeelte van de trein. Straaljagers vliegen met oorverdovend lawaai over de trein en kickforsmannen simuleren inslagen van vliegtuigbommen. In tegenstelling tot de informatie waarop het plan is gebaseerd, slapen deze nacht op de plek waar voorheen een gijzelnemer de wacht hield. Twee vrouwelijke passagiers. Eén van hen wordt dodelijk getroffen door het geweervuur. In de kop van de trein zijn twee gijzelnemers waarschijnlijk zwaar gewond en één gijzelnemer is dodelijk getroffen. Op hun slaapplaatsen zijn twee gijzelnemers dodelijk getroffen. Eén gijzelnemer is ongedeerd en één gijzelnemer is gewond. Twee gijzelnemers, een man en een vrouw, kruipen tijdens het vuren van de precisieschutters naar voren. Zij wordt verschillende keren getroffen en kan dan niet verder. Hij staat op en rent naar de vrouwencoupé. Alle precisieschutters zijn gestopt met vuren en de mariniers dringen de trein binnen. Binnen drie minuten bevrijden de mariniers de passagiers en stellen ze de trein veilig. Bij mariniersgroep 1 gaan de explosieven om de deur te forceren niet af en de mariniers dringen via het venster de trein binnen. Zij treffen, zoals verwacht, niemand aan. Mariniersgroep 2 gaat de restauratiecoupé binnen. Onverwacht stuiten de mariniers op een gijzelnemer. In een fractie van een seconde moeten zij beoordelen of de gijzelnemer, die daar in het halfduister ligt, een gevaar voor hen vormt. De mariniers schieten in haar richting en zij wordt uitgeschakeld. Daarna keren de mariniers om en stellen de trein in zuidelijke richting veilig. Mariniersgroep 3 treft in de eerste coupé twee gijzelnemers aan. Eén gijzelnemer is al overleden en één gijzelnemer is gewond. Omdat hij om hulp roept, horen de mariniers dat hij geen gevaar meer vormt. In de volgende coupé treffen de mariniers ook twee gijzelnemers aan. Eén gijzelnemer is al overleden. De andere gijzelnemer geeft zich duidelijk waarneembaar over. Van mariniersgroep 4 gaan enkele mariniers linksaf en bevrijden de mannelijke passagiers. De andere mariniers van groep 4 gaan rechtsaf naar de vrouwencoupé. De eerste marinier die de coupé van de vrouwen wil binnengaan, wordt beschoten door een gijzelnemer en raakt gewond. De mariniers beantwoorden het vuur. In de chaos beginnen enkele passagiers te lopen. Een van hen wordt dodelijk getroffen door kogels van de mariniers. Onder dekking van een granaatexplosie overmeesteren de mariniers de gijzelnemer. In de kop van de trein, waar de leider van de gijzelnemers wordt vermoed, verwachten de mariniers van groep 5 de grootste tegenstand. Ze beschieten de coupés eerst van buiten en binnen schieten zij door de wanden van toiletten en coupés. In de eerste coupé liggen twee gijzelnemers. In de tweede coupé ligt één gijzelnemer. Alle drie zijn dodelijk getroffen. Met deze gewapende justitiële actie werd een einde gemaakt aan een gijzeling die Nederland bijna drie weken in de greep hield. Bij de beëindiging van de gijzeling kwamen twee gegijzelden om. Zes gegijzelden en twee mariniers raakten gewond. Van de negen gijzelnemers kwamen er zes om het leven. Van de overige drie gijzelnemers liep één gijzelnemer verwondingen op.